Goeiedag allemaal, welkom weer bij een nieuwe RACSA-video. Nou, vandaag gaan we het hebben over jobs en procesmanagement. Nou, ik ben zoals altijd weer ge-SSH'd met de testuser in de server en ook weer root geworden. En nou, dat kunnen we dus weer eventjes weghalen van het scherm. Nou, je hebt drie verschillende soorten processen. En hè, dat zijn bijvoorbeeld shell jobs. Dus als je bijvoorbeeld een LS intikt, dat is een heel kort en snel shell jobje. Dat is een interactief proces dus. Nou, je hebt daemons, zoals bij Windows heet dat services. Zoals bijvoorbeeld met systemctl kan je de status daarvan zien. Systemctl, status. En dan krijg je... Oh, systemctl met een S, dat lijkt me wel weer handig, jongens. Nou, dan krijg je dus al die processen te zien, ook op volgorde van prioriteit. Maar ja, daar kom ik zo meteen op. Maar je ziet het hier al, user slice, dat is inderdaad een proces voor de user als je de user wordt. De sessie ID en de SSH daemon. Ik zit met SSH ingelogd, dus de SSH daemon is geactiveerd. Nou, init, dat is welke status die moet starten, zeg maar, of dat die gestart is in dit geval. Nou, dan hier RNGD, UDV, Polkit enzovoort. ATD, cron enzovoort, firewall. Nou, dat zijn al die standaard kernel. Standaard daemons, niet kernel processen, want dat is namelijk de derde type, dat zijn kernel threads. En die kan je niet via de command line bestuderen, maar je kan ze wel monitoren. Maar goed, we beginnen eventjes gewoon met de shell jobs, die iedereen kent. Bijvoorbeeld, ik zal even het scherm clearen. Stel, we gaan nu sleep 3600 en ik druk op enter. Nou, dan is je command line nu weg en dan moet je dus nu een uur wachten tot die sleep over is. Het is de bekendste commando om dit te cancelen is een kill, oftewel een control C. Dus met control C, dan kill je het proces weer. En dan heb je de command line weer terug. Ik kan nu weer ls intikken, ik kan nu weer alles doen. Nou, hoe voorkom je dat nou? Je zou ook bijvoorbeeld een sleep 3600 en dan een ampersand teken erachter, zo'n ennetje. En dan krijg je meteen de command line en je krijgt hier meteen een nummertje mee. En dat is het job ID genaamd. En met dat job ID, die is nu een uur aan de in de achtergrond, gaat hij dat sleep commando processen, noem ik het maar eventjes. Nou, wil je het proces bijvoorbeeld nou weer terugzien of je hebt geen logging of zo, nou, dan kan je met het commando fg van foreground, kan je het weer terug naar voren halen. En dan is die dus weer terug in de command line en dan kan je dus niks meer met de command line doen. Als je vergeten bent die ampersand hier zo in te tikken, nou, dan kan je ook nog bijvoorbeeld, Ctrl Z heet dat, heet pauzeren. En dan typ je BG van background en dan gaat hij in de achtergrond weer vrolijk verder. En dan gaat hij dus verder met het commando en je hebt gewoon wel je command line nog, je kan weer alles doen. Dus op die manier werken een beetje die dingen. Hè. Dus de ampersand is dus op de achtergrond runnen. Dat is dus hier een voorbeeld van. Zo run je hem op de achtergrond. Nou, met FG betekent foreground. En dan run je hem op de voorgrond. Nou, Ctrl Z, dat is dus pauzeren. Dat zegt hij ook, hij stopt. Maar hij zegt hier stop, maar het is eigenlijk een soort van pauze. En als je dan BG doet, ja, BG van background, dan gaat hij natuurlijk weer naar de achtergrond. En we hebben natuurlijk Ctrl C hebben we gezien. Dat is Sigterm 15 signaal of ook wel het kill signaal genoemd, daar vraag je vriendelijk mee om te stoppen met het commando.
En als je het wilt monitoren, dus ik zet nog heel even die sleep eventjes aan. Oh, ik had er blijkbaar nog eentje lopen. Je drukt het commando jobs in. En dat is niet Steve, maar gewoon het woord, woord jobs. Nou, en die zie je dus dat hij nu twee sleeps aan het runnen is. En dit loopt dus op de achtergrond door. Dat kost natuurlijk ook allemaal geheugen en processor power. Nou, je hebt hem nu op de achtergrond. Dan kan je dus geen Ctrl-C meer doen. Als je nu Ctrl-C doet, dan gebeurt er verder niks. En je hebt die jobs, die zijn er nog steeds. Nou, dat kan je dan weer oplossen met een kill van dat PID wat we net hebben gekregen. Dus hier, dat is het PID heet dat, Process ID nummer. En die kan je gewoon met spaties achter elkaar neerzetten achter het killsignaal. En dan zijn ze gestopt. Dus als je nu weer jobs doet, dan dat zegt hij ook terminated. Dan zijn ze dus gestopt. En dan nog een keer jobs, dan zie je ze echt niet meer. Dus dat is even belangrijk om te weten voor shell jobs. Of wat zei ik nou net? Ik had het hier in het boek. Ja, shell jobs. Nou, en je hebt natuurlijk ook bepaalde daemons. Nou, dat doe je dus met System CTL eigenlijk. Dat hadden we eigenlijk ook al eerder gezien. Hè, System CTL start HTTPD bijvoorbeeld. Nou, ik moet even dat wachtwoord intikken voor mijn SSL. TLS, hoe het tegenwoordig ook heet. Nou, dat hebben jullie wel vaker gezien, hè, in mijn RACSA-video's. System CTL status. En dan kan je dus checken of die daemon loopt, active and running. Nou, en dan met stop kan je dat stoppen. En dan kan je weer status en dan zegt die inactive dead. Dat betekent dus dat die gestopt is. Nou, en natuurlijk start, dat hadden we dus net al gezien. Dan start je hem weer. Start. Oh, even het wachtwoord intikken van mijn TLS. Nou. En dan weer status en dan zie je dat die weer loopt. En je ziet hier ook weer een PID. Hè, dus je zou ook met een kill een keihard neer kunnen halen, maar ja, dat is natuurlijk niet aan te raden. Je zou het ook kunnen doen met je hebt kill met die opties en dan heb je ook bijvoorbeeld een kill met 9. Dat is natuurlijk al helemaal niet aan te raden. Maar daar ga ik het zo meteen over hebben. Nou, ik ga eerst eventjes in op het volgende, de derde. Dat zijn die kernel threads. Die kan je inzien met het commando ps. En je hebt tegenwoordig, ja, die minnetjes hoeft eigenlijk niet meer. Maar ja, ps-f, dan laat hij echt al die kernelparameters zien. En als je bijvoorbeeld alleen de eerste paar. Je kan het ook zonder dat streepje doen, dus PS AUX bijvoorbeeld. Hij wordt ook heel vaak gebruikt. Nou, de eerste 10 regels daarvan, dan zie je de belangrijkste, hoe noem je dat? Kernel threads. Ja, de belangrijkste kernel threads. Ja, dus dat zal ik trouwens even uitleggen, dat PS-commando. Als je gewoon zo PS doet, dan zie je dus alleen de processen die huidig zijn van de user. En als je dus die korte samenvatting zoekt, dan heb je die PUAX. En dat zijn wat meer processen. Kijk, hier zie je ook het systemd, onze ingelogde test-user. En Apache, we hadden natuurlijk die HTTPD-daemon hadden we gestart. Ik zal even iets naar boven scrollen, dan zie je ze allemaal. En dan als je ps-af, dan zie je dus echt alles. Ps-af kan je misschien ook doen. Nee, dan moet je dus wel per se een minder ervoor zetten. Nou, dan zie je dus echt alle processen. Dus dat is echt een enorme lijst. Oh. Nou ja, enorm. Het valt op zich nog wel mee, maar ik heb ook niet zo heel veel gestart nu natuurlijk. Maar in productieservice zou je wel een enorme lijst zien.
Nou, dan hebben we ook nog PSFAX en dan kan je alle kinderprocessen van de parentprocessen zien. Dat zie je hier bijvoorbeeld zo'n heel traantje naar beneden. Wat ik dus net heb gedaan eigenlijk, ik ben ingelogd als de test user met een SSH-sessie. Ik heb een bash shell gekregen. Ik ben naar root gesudoed. En ik krijg er ook weer een bash shell en ik heb net PSFAX gerund. Dus op die manier kan je dan mooi die kinderen, ja dat heet dan ja, kinderen, kinderprocessor. Het heet in het Engels parent and child process. En die kan je dan met elkaar zien. Met elkaar zien en met elkaar vergelijken eigenlijk. Oké, nou tot zover. Dat zijn dus de processen. De drie soorten processen in RACSA of in RL8. Maar die moet je weten dus voor je RACSA-examen. En dan hebben we nog, je hebt bijvoorbeeld nou, die sleep. Die zal ik eventjes weer aanzetten van een uur op de achtergrond. Nou, dat deden we zo. Hè. Dan krijg je weer netjes een PID-nummer. En dan heb je ook, nou, als dit bijvoorbeeld een heel zwaar proces zou zijn. Bijvoorbeeld een of andere database copy of weet ik veel wat. Voor heel zwaar proces. Dan heb je nog het commando nice en re-nice om het de prio te zetten. Dus ik typ hier eventjes het commando nice. Nou, dat is even belangrijk om te weten. Nou, je hebt natuurlijk altijd weer toegang tot de manual pages. En hier staat niet bij wat de prio is. Dan is het waarschijnlijk in sectie 5 of 8 beschreven. Nee, die hebben we niet. Nou, sectie 8 dan. Ook niet. Nou, ik weet in ieder geval wel uit mijn hoofd, je hebt prioriteiten van min 20 tot en met 19. En waarbij het laagste getal is altijd de hoogste prioriteit. Dus min 20 is de allerhoogste prioriteit. En ja, zeg maar plus 19, dat is de allerlaagste prioriteit. Dus stel die sleep die ik hier heb gemaakt, nou, die is een heel zwaar proces. En dan kan je met het commando re-nice. En dan proces ID, kan je hem een lagere prio geven. Ik weet trouwens niet de optie, ik denk dat het NP is. Dus stel ik wil hem lagere prio, dan dat moet ik eventjes opzoeken. Misschien heeft die wel een wat betere min N, ja zie je. Daarom altijd weer die manual pages, min N, nou, en dan... Kijk, oh ja, dat is ook belangrijk om te weten. De standaard prio als je iets start is altijd 0. Dus hij krijgt nu een veel lagere prioriteit. Maar het kan ook bijvoorbeeld andersom zijn als je database performance problemen heeft en het proces moet juist snel gaan lopen. Ja, dan moet je hem juist weer eigenlijk de-renicen heet het dan. Hè? Hoe nicer, hoe lagere prio is het eigenlijk. Hoe nicer het proces, hoe... Ja, stabieler je systeem blijft en hoe minder belasting eigenlijk op je processor en op je geheugen en zo. Nou, je kan hem ook bijvoorbeeld dus naar min 1 zetten en dan krijg je dus weer een hogere prioriteit dan de standaard 0. En dan 0 is dus weer de standaard. En dat doe je dus de hele tijd met gewoon dat PID. En... Er komen ook weer de handige Linux skills. Als je bijvoorbeeld, nu ben ik het proces vergeten, het procesnummer. Maar je kan dus altijd met een ps-f pipegrep op het commando. Dan krijg je altijd die PID weer terugvinden. En dan zie je hier dat we de PID terug hebben gevonden. En ja, dit gebeurt inderdaad ook heel vaak dat je een sleep erbij krijgt. Of een grep erbij krijgt bedoel ik. Deze bedoel ik. Nou, dat kan je natuurlijk ook oplossen met een grep min v grep. En dan weet je zeker dat je het goede proces te pakken hebt. Hè. Die min v betekent inverten, dus je wil grep juist niet in die grep hebben. Dat is een heel handig en grappig Linux skill commando. En die komt zeker wel van pas op je examen. Nou, dan hebben we nog... Nou, de kill waar ik het dus net over had. Ja, je hebt dus een eigenlijk drie belangrijke soorten.
Nou, je hebt dus een gewone kill, hè, deze, dus kill en dan dit proces, dat liet ik net ook al zien. Dan vraag je het proces vriendelijk om te stoppen. Hopelijk stopt hij ermee, maar ja, soms blijft hij dus hangen. Nou, in dit geval niet. Soms blijft hij hangen. Dus ik zal hem even wel aanslingeren, dan krijg ik natuurlijk nu wel een andere proces ID. Nou, even typen. Maar normaal heb je dan natuurlijk wel hetzelfde nummertje. Ik vergeet nu bijvoorbeeld per ongeluk de ampersand. Nou, Ctrl-Z, BG. Hebben we geleerd. En dan gaat hij naar de achtergrond. En dan hebben we weer een nieuw nummertje. Nou, het is inderdaad een ander processor die normaal heb je natuurlijk hetzelfde nummertje af die blijft hangen. En dan heb je dus ook het kill min 9 signaal, kill min 9. En dat is in één keer plat dood vermoorden. Dus dan blijven, ja, heel vaak heb je dan kans dat je logging blijft hangen en alsnog je schijven voorlopen. En je hebt velsystemen raken er vol van, dus het is geen aanrader om het te doen. En vooral de dingen die met systemctl moeten, ja, doe die alsjeblieft gewoon met systemctl, want je sloopt alleen maar je server. Ik doe bijvoorbeeld dit, nou, dan is die meteen, dan zegt hij ook in plaats van terminated, zegt hij killed. Dus je vermoordt hem echt meteen plat, dood, helemaal doei. Helemaal dood vermoord. Nou, ik zal even een ampersand erachter zetten. Ik krijg natuurlijk nu wel weer een nieuw ID-nummer. En dan heb je ook nog een kill min 1. En dat is eigenlijk, doet hij dan een reload van de configuratie. Dus het is eigenlijk niet zo'n heel goed voorbeeld. Hij doet een reload en een restart als je dit doet. Dus nu zul je zien dat hij niet terminated is, maar een hang-up signaal heet dat. En dan reload je eigenlijk de configuratie. Maar het proces gaat wel weg. Ik dacht dat het proces er niet van weg ging, maar het proces gaat dan ook wel stoppen daarvan. Dus als je dit hebt gedaan, moet je dus wel alsnog je signaal starten. En dan voor al die, dat waren dan de belangrijkste signalen. Voor al die kill signalen heb je gewoon met kill min L, heb je hier alle signalen. En in de manual page staat dan ook wat het allemaal betekent. Maar ja, ik heb zoiets van, voor het RACSA examen focus je gewoon op de kill min 15 en de gewone kill, de kill min 9 en de kill min 1. En het liefst doe je natuurlijk helemaal geen kill. En dit hebben wij op het werk, hebben we heel soms ook nog eens een keer een kill all. Ik werk zelf met middleware en dan doen we kill all Java en dan kan je alle Java vermoorden. Of tenminste niet vermoorden, maar SIG-term 15 heb ik net uitgelegd. Zo'n 15 signaal geven. Ik weet niet of de sleep nog loopt. Volgens mij niet meer. Nee, oké, daar zijn we vanaf. Dat wou ik in ieder geval sowieso nog laten zien. Nou, dan hebben we nog voor het monitoren voor die kernel threads. Heb je een heel handig programma, dat heet TOP. En dan kan je precies zien hoeveel CPU er verbruikt wordt. Hè. Nou, hier zie je, er wordt nu op dit moment 0 CPU used. Hè, die US for used. Dit is hoeveel het systeem verbruikt. Dit is denk ik actieve processen. Nou, hier is hoe wat er idle is. Hij is 93,5% idle. Die rest van die statistieken maakt niet zo heel veel uit. Nou, wat wel belangrijk is dit rijtje. Ja, dit rijtje ook als je de processor performance issue hebt. Maar dit wil ik eigenlijk laten zien. Hey, je hebt 16 processen running. Oh, nu 4. 138 sleepingen. Dat zijn dus eigenlijk slapende processen. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ze staan dan te wachten voordat er iets gebeurt. Laat ik het zo op die manier. Het is een soort standby modus. Nou, geen stopt processen. Nou, dat zijn dus die Ctrl-Z dingetjes. Die Ctrl-Z jobs als je dat hebt gedaan. Dus dan zal die stopt op 1 staan. Dat kan ik dan wel even laten zien. Als we dus die sleep 36
100, nou 300 is ook wel genoeg. En ik doe nu een Ctrl-Z en ik zet de top terug aan. Dan hebben we hier bij stopt hebben we nu een eentje staan. Hè, dus dat is dat ding. Nou, dan heb je ook nog een ding wat heet in uninterruptible sleep. En dan heb je een of ander probleem dat het proces niet gestopt kan worden. Nou, en dan is die kill my 9 natuurlijk wel een handig ding om te gebruiken. En dan heb je ook nog een zombie proces. Dat betekent dat het child proces van de parent niet goed gestopt kan worden. Of sorry, nee, ik zeg het verkeerd. Het betekent dat het proces is gestopt, maar het parentproces nog wel draait. Dus dan is er iets dus met de configuratie fout gegaan. Meestal komt het dus door die kill my 9. Dus hier moet je dus kijken of iemand een kill my 9 heeft gedaan in de history. En dan kan je die op zijn kloten geven. Omdat je dan de hele administratie van bijvoorbeeld een of andere middelwareproces hebt vernacheld. Ik noem maar eventjes iets. Dus zo werkt het topcommando. Het is wel heel handig. En je kan ook zien hoeveel memory de usage zit. Dat heb ik ook helemaal achterwege gelaten. Maar dat kan natuurlijk ook belangrijk zijn voor je performance. Nou, en verder kan je nog met het commando uptime kijken hoe lang de server draait. Nou, ik ben nu 22 minuten aan het opnemen en hij staat 23 minuten aan. Dus dat klopt als een bus dus. Altijd handig om te zien of de server gereboot is. Als je dat niet weet, als er nachtelijke reboots zijn ingepland in de cron-tab. Of weet ik van wat, kan je dat op die manier allemaal zien natuurlijk. En ja, over performance gesproken, dan heb je ook nog een heel handig tooltje voor. Dat heet TuneD. Ja, die zal ik eventjes installeren. TuneD. Ja, hij staat er zelfs al op. Ja, nou, system CTL status. Ik weet niet of die ook al gestart is. Nou, die is, kijk toch eens aan, die is ook nog eens een keer al aan het runnen. En met dat commando, met tuned admin, of ADM eigenlijk, active, kan je zien welk profiel er actief is. En in dit geval is het virtual guest. Nou, dat moet ook, want ik ben bezig op een virtual machientje. En dan krijg je dus de beste performance voor een virtual guest machientje. En als je dat wil activeren, dan moet je throughput performance profiel intikken. Ja, je kan ook recommended, dat kan je ook nog doen. Dus, dat is ook waar tuned admin recommended. Dan weet je welk profiel recommended is. Oh, ik maak hier een typfout. Recommend moet het zijn, niet recommended. Dat schrijf je met een E. Mijn Engels is niet zo goed. Nou, ze raden je dus ook aan om letterlijk dat virtual guest profiel te gebruiken. En om te activeren, dat doe je met throughput. Throughput. Performance bijvoorbeeld. Dit is dus een profiel, hè. Throughput performance. En dan moet ik wel tune die admin gebruiken. Tune die admin. En dan doe je profile. En dan hebben we throughput performance gebruiken we dan. Ja, dus nu is het profiel throughput performance. Dus dat geeft bijvoorbeeld voor hardware, geloof ik, geeft dat de allerbeste performance. Maar ja, dit is een VM'tje, dus ik ga hem wel terugzetten op virtual guest. Dat raden ze me ook aan. Hij werd al meteen trager, zoals jullie zagen. Ja, hij is natuurlijk ook de daemon op de achtergrond aan het restarten. Dus ik zet hem wel lekker terug op de virtual guest. Nou ja, dat moet jullie weten voor het RSCSA-examen over procesmanagement en jobs. En het re-nicen en nice van jobs. En een beetje, ja, dat monitoren met die top. En natuurlijk dat PS-commando.
En die kill en ctrl C en ctrl Z en zo. En foreground, background. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je het nou een leuke of interessante video vond, doe dan vooral een duim omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dag allemaal.